Yes!
Okay, zelf maar, zaterdag, kom op! Doorgaan nu! Kom op, doorgaan! Kom op, vol! Hey! Willem Landingo, ja, even napraten over de wedstrijd vanmiddag tegen Winsum. Omstandigheden waren moeilijk door de wind. En toen zei je net al, ja, dan moet het eigenlijk op vechtvoetbal aankomen. En de eerste uur was je daar niet zo heel erg te spreken over je eigen ploeg. In eerste instantie met deze omstandigheden, als de wind zo is, dan moet je proberen tot voetbal te komen. Ja, dat lukte ons vandaag niet. Dus dan moet je sneller overstappen op of toch iets opportunistisch te gaan spelen. En dat betekent dat je ja, elkaar strijdt, maar ook tweede ballen willen pakken en daarop anticiperen. De situatie voor zijn in plaats van reageren. En dat hebben we het eerste uur nagelaten. En als wij dat nalaten, dan zijn we gewoon een heel, heel middelmatig ploegje. En op het moment dat we dat wel iets meer oppakken, nou, dan dwing je op het laatst denk ik ook nog wel terecht een punt af. Maar het is zo zonde dat je dat in het begin niet brengt. Dan hadden we vandaag gewoon 3 punten ingezeten. Maar uiteindelijk mogen we blij zijn met een punt. Als je dan het laatste half uur pakt, zie je toch dat er een beetje geloof in komt. Dat je toch denkt van nou, misschien in de slotfase dat die gelijkmaker nog valt. En die viel ook. Was een knappe goal trouwens. Ja, Jeffrey ziet er goed binnen. Dat was een prima goal. Daarvoor hadden we ook nog een goede kans op de gelijkmaker. Met een goed gedrukt schot van Erwin. En die rebound die pakken we ook net niet. Hè, dus in die zin werden we in die fase wel gevaarlijker en kwamen we vaker door. Maar meer dan een punt hadden we vandaag zeker niet verdiend. Tweede periodetitel, ja, daar kijk je toch met een schuin oog naar. En dan kijk je ook naar de resultaten van anderen. Ik begreep dat dat nog meevalt, hè? Want jullie doen gewoon nog goed mee voor de tweede periode. Nee, we blijven in ieder geval bovenaan staan in de tweede periode. Dat is mooi. Ja, dus de andere ploegen moeten in de achtervolging. Maar je had ook een klein gaatje kunnen slaan. En dat hebben we nagelaten. Maar we doen in ieder geval volop mee.